Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben hier vandaag met mijn room/studio tour. Vorige week heb ik mijn verhuisvlog geüpload. Als je die nog niet hebt gezien, klik dan eventjes op het i'tje of in de beschrijving hier beneden. En ga die zeker even kijken voordat je deze video afkijkt. Ja, ik ben dus verhuisd naar deze studio. Ik heb hiervoor samen met een vriendin in een appartementje gewoond. Ik heb daar echt super fijn gewoond, een super fijn jaar gehad. Was ook echt heel fijn om met Soraya te wonen. Maar ja, we wilden allebei graag iets goedkopers. Dus daarom ben ik nu verhuisd naar deze studio. Ik ben er echt mega blij mee. Ik heb dus lekker mijn eigen plekje. Want in deze studio zit ook gewoon een eigen keuken en badkamer. Dus ik heb eigenlijk gewoon één kamer alleen voor mij. Super fijn. Ik woon hier nu nog niet eens een weekje, maar ik voel me al helemaal thuis en ik ben er helemaal blij mee. En vandaag ga ik jullie mijn studiootje laten zien. Dus ja, laten we dit intro vooral niet langer maken en snel gaan beginnen met de room tour. Ik sta nu bij mijn voordeur. Super mooie kleur, dat even gezegd hebben. Ik vind het echt oprecht een super leuke kleur, dus dat is heel fijn. En dan ga ik nu mijn camera omdraaien en alles aan jullie laten zien. Goed, dit is wat je ziet als je bij de voordeur staat. Deze hele ruimte is 24 vierkante meter. En ja, super fijn. Oké, dan hebben we hier als eerste mijn keuken, waar ik echt heel blij mee ben. Het is best wel een ruime keuken voor mij alleen. En daar ben ik heel blij mee, want ik hou wel van koken en ik vind het dan wel fijn als ik genoeg ruimte heb om dingen te snijden en dat soort dingen. En dat heb ik hier zeker, dus dat is heel fijn. Ik heb hier een combi-magnetron, dus ik heb ook gelijk een oven hierin. Dan staat hierboven mijn gasplaatje, of mijn kookplaatje en mijn afwasrekje. Dat stapel ik altijd gewoon zo lekker hierop, zodat ik hier lekker ruimte heb voor andere dingen. Nou ja, dan is dit dus het aanrecht. En ik heb hierboven nog twee keukenkastjes. Ik zal even laten zien hoe dat eruit ziet nu. Hier heb ik bordjes. Ja, het is eigenlijk nu al best wel een troep. En allemaal eten. Ja, niet heel boeiend. En dan aan deze kant allemaal flessen, mokken en mijn glazen. En daar nog kaarsjes. En dan heb ik hieronder ook nog best wel veel ruimte. Ik heb hier allemaal spullen in. Hier. Nou ja, dit is allemaal niet heel boeiend. Ik heb hier mijn schoonmaakspullen. Hier mijn bestekla. En pannen en zo. En dan is dit mijn koelkastje. Hier zit ook een vriezertje in, dus daar ben ik heel blij mee. En dan heb ik hier aan de zijkant mijn stofzuiger en nog een eigenlijk is dit een prullenbakje, maar die gebruik ik dan nu voor schoonmaken en zo ook. Dus ja. En dit is ook wel leuk om te vertellen, want hier, dit is dus ook officieel nog een keukenkast. Maar die gebruik ik nu als kledingkast. Ja, de meeste van mijn kleding ligt nu thuis bij mama, omdat ik bijna naar huis ga voor de zomervakantie. Dus daarom is hij nu best wel leeg. En dan heb ik hieronder ook nog kleding en al mijn schoolspullen. Dus ja, dat hebben we even creatief opgelost. Omdat ja, ik had gewoon niet genoeg ruimte voor mijn kleding. En ik gebruik toch niet zoveel kastruimte in de keuken. Dus vandaar. Nou, en dan hebben we aan deze kant mijn badkamer en wc. Nou ja, die ziet er zo uit. Ook echt heel erg fijn. Super veel ruimte om dingen kwijt te kunnen. En ik heb hier mijn witte IKEA kast neergezet. Daar zitten allemaal make-up spullen in, nagellak, beauty producten. Nou, eigenlijk al mijn troep ongeveer. En ik heb ook gewoon nog mijn karretje lekker mee. En ik heb dit rekje in de douche staan voor al mijn douchespullen. Die is van de Action. Echt heel erg fijn. Nou ja, dan is dit mijn douche. En dan heb ik hier mijn wasbak en een grote spiegel. Wat echt best wel fijn is. Het is een heel klein beetje een troepje. Maar goed, ik wil gewoon altijd alles bij de hand hebben, dus dat is fijn. En dan hier mijn wasbak. Ja, ik ben echt heel blij met deze badkamer. Ik vind het fijn dat ik zoveel ruimte heb en ja, prima. Dit lampje boven mijn spiegel is ook wel echt heel fijn. Want daardoor kan ik hier echt heel goed mijn make-up doen, dus yay. Nou, en dan gaan we nu door met eigenlijk mijn hele leefgedeelte. Eigenlijk gewoon mijn kamer, om het even zo te zeggen.
Ik ben er echt intens blij mee. Het is echt precies zo geworden als wat ik wilde. Dus oké. Nou, aan deze kant heb ik mijn kledingrekje met daaronder ook nog mijn schoenen. Ik had hier eigenlijk het meeste stress over. Want ik was echt heel bang dat ik niet al mijn kleding kwijt zou kunnen. Maar dat is uiteindelijk toch best wel goed gelukt. Dus dat is heel fijn. Dus ik heb gewoon weer lekker mijn kledingrekje meegenomen. Dat vind ik echt heel chill. Dan heb ik aan de andere kant mijn bed. Ja, wat ik gewoon echt heel chill vind is dat het bed echt gewoon exact hier past. Gewoon precies. En dat is gewoon echt heel goed. Dat is gewoon heel fijn. Want ja, ik ben nogal perfectionistisch. Dus dit is gewoon echt heel fijn. Maar goed, ja, mijn heerlijke bedje. Heel fijn. Ik heb daarboven nog een plankje met mijn verlengsnoer. Zodat ik lekker alles kan opladen daar. En ik heb ook, zoals je ziet, lampjes aan mijn muur hangen. Die kan ik ook hier in het stopcontact doen. Dus dan kan ik dat lekker 's avonds aandoen. En dan kan ik het vanuit mijn bed gewoon ook weer uitdoen. Dus dat is heel erg fijn. Maar ik hou van mijn bed. En dan heb ik hier achter mijn kledingrek heb ik mijn eettafel staan. Het is gewoon een eettafel van de IKEA. Heel goedkoop. De tafel was 30 euro. En de stoelen waren 10 euro per stuk. Maar ja, ik ben er echt heel erg blij mee. Mijn laptop ligt er nu op, mijn telefoon. Ja, hier gooi ik eigenlijk altijd best wel een beetje troep op. Maar goed, hè. Daar moet je ook een plekje voor hebben. En hier heb ik ook nog een nepplantje staan. En die is van Casa. Toevallig staat hier mijn klantenkaart erbij. Maar ik vind nepplanten heel fijn. Want ik ben niet zo goed in planten verzorgen. Dus Dan hebben we aan deze kant van de kamer eigenlijk een beetje mijn woonkamertje. Om het even zo te zeggen. Ik heb hier deze bank staan. Ik weet niet waar die vandaan komt. Want ik heb hem van het meisje overgenomen die hiervoor hier woonde. Maar het is echt een hele fijne bank. En hij zit echt heel lekker. En deze twee kussentjes heb ik ook gekocht bij Casa. Het is echt een hele leuke winkel. Als je daar nog nooit bent geweest, zoek het op en ga erheen. Want het is echt heel erg leuk. En ook prima prijsjes. Dit dingetje heb ik volgens mij vorig jaar bij de Action of zo gekocht. Maar die heb ik dus wel al een jaar. Dan boven mijn bank heb ik mijn kacheltje en daar heb ik deze twee leuke schilderijtjes op staan. Deze heb ik gekregen van mijn stiefmoeder toen ik in Tilburg ging wonen. En deze die heb ik van een hele bekende website en ik ben echt helemaal de naam vergeten. Wat echt heel stom is. Als ik er nog op kom, dan zet ik het nu even in beeld. En dan heb ik naast mijn bank mijn trappetje staan. Deze stond in mijn slaapkamer bij mijn moeder thuis. En die heb ik nu meegenomen. Ik heb daar ook mijn ukulele staan. Dit is eigenlijk ook gewoon een leuk decoratiegedeelte. Dus heel blij mee. En dit is mijn Anastasia Music Box. Daar ben ik ook echt mega blij mee. Die vind ik echt heel mooi. Dus die heeft hier een mooi plekje gekregen. Nou, en dan heb ik hier op de grond mijn salontafeltje. Deze is ook van Casa en het kleedje is ook van Casa. Ik vind het echt heel erg leuk. Ik ben er echt blij mee. Het geeft een beetje meer kleur in mijn huis. En ja, ik ben hier gewoon echt heel blij mee. Dan heb ik hier mijn tv'tje. Het is een heel klein tv'tje, maar hij doet het prima. Ik heb er een Google Chromecast in zitten, zodat ik gewoon YouTube video's erop kan kijken en Netflix en alles gewoon allemaal vanaf mijn telefoon kan streamen. En dit tv-meubeltje is ook van IKEA en die was echt maar 10 euro. Dus dat is heel fijn. Dan heb ik aan deze kant heb ik mijn geweldige lamp staan. Deze komt ook van de winkel Casa. En ik zal hem heel even aandoen. En dit is echt fantastisch. Hoe leuk is deze? Ik ben hier zo mega blij mee. En dan heb ik boven mijn tv'tje nog deze dromenvanger hangen. Of ja, is het een dromenvanger? Ja, in principe wel. Dus ja. En dan het pareltje van mijn huisje. Dat is deze plant en deze kast. Ik krijg hier heel veel complimenten over dit hoekje. De kast is van de IKEA. Echt een super mooie kast. Ze verkopen hem nog, dus kan je gewoon kopen bij de IKEA. Ze hebben hem ook in het wit. En die heb ik lekker volgebouwd met plantjes. Deze plant is de enige echte plant in mijn huis. De rest is allemaal nep. Wat ik heel fijn vind. Maar ik zal even laten zien wat er allemaal in de kast staat.
Hieronder heb ik sjaals, handschoenen, tasjes, allemaal van dat soort dingen. En in die achterste zitten al mijn gewone tassen, mijn rugzakken en zo. En dan heb ik hier deze plant, die is van de IKEA ook. Mijn olifantje die ik in Griekenland heb gekocht. Daar liggen nog programmaboekjes van voorstelling van mijn opleiding. Hier heb ik al mijn kaarsjes in zitten. Daar nog een leuk decoratiedingetje. Dan heb ik hier mijn Broadway fotolijstje staan. Natuurlijk een waaiertje en nog meer leuke decoratiespulletjes. Dan deze. Dit is ook een nepplant van de IKEA. Echt geweldig. Kost geloof ik 5 euro, maar echt super leuk. Dan dit wereldbolletje. Die is van de Action. Die heb ik vorig jaar gekocht. Deze heb ik geloof ik een keer gekregen. Dus ik weet niet waarvan die is. Rituals kaars en nog zo'n vaccine licht potje. En dan heb ik hier ook nog een nepplant. En ik weet niet meer waar ik die vandaan heb. En hierboven ook nog allemaal nepplantjes. Ik gok dat dit van AliExpress is, maar ik weet het niet meer zeker. En dan heb ik hier bij mijn raam heb ik ook nog een spiegel, wat ik heel fijn vind. Ik vind het gewoon fijn om wel even te kijken hoe ik eruit zie. Ik kan niet zonder de spiegel leven, dus ja, dat is ook very important. Nou, en dan was dit alweer mijn hele kamer. Ik ben er echt mega blij mee. Het is niet mega groot, maar ook zeker niet klein. En voor mij is het echt perfect. En ik ben gewoon super blij met hoe het uiteindelijk is geworden. En het voelt echt al helemaal als thuis. En ja, ik vind het gewoon ontzettend fijn dat ik de komende 3 jaar van mijn opleiding nog hier kan wonen. Dus ja, ik ben er echt ontzettend blij mee. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden om te zien. Als jullie nog wat vragen hebben, als jullie willen weten waar iets vandaan komt. Ik heb het zoveel mogelijk proberen te zeggen, maar vast niet alles. Vraag het dan vooral even in de comments en dan hoop ik dat ik er antwoord op kan geven. En ja, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer op mij als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doei doei!